Nieuws met Jaap van Meekeren. Dames en heren, goedenavond. Bosnisch-Servische leiders spreken van een hoge opkomst bij het referendum over het vredesplan van de bemiddelaars Vance en Owen. Morgen kunnen de Serviërs in Bosnië ook nog naar de stembus. De internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg in Moskou voor overleg met Russische leiders zien helemaal niets in het referendum. You cannot possibly have a serious referendum when you're in the midst of a war-ravaged country. You haven't even printed the ballot papers, you haven't got ballot boxes. There's been no possibility for a counter view to being put out. So I think forget the referendum. That's not serious. Owen vindt dat de Bosnische Serviërs gewoon zijn vredesplan moeten accepteren. Daar denkt hun leider duidelijk anders over. But if they would no to this plan, then I call Mr. Gorbachev to make another plan. If plan, Vance-Owen plan Mark 1 is dead, let us make Vance-Owen plan Mark 2. In het Westen zal zijn idee op weinig enthousiasme kunnen rekenen. Daar wordt vastgehouden aan het bestaande vredesplan. De Bosniërs streden vandaag ook een vreedzame strijd. Voor het eerst was de Bosnische Republiek vertegenwoordigd op het Europese Songfestival. Fasla heet de Bosnische inzending en alle leden van de groep komen uit Sarajevo. De hele wereld kent de beelden van verwoesting uit die stad. En de Eurovisie-zangers spelen in op de burgeroorlog met hun lied over een soldaat. Morgen rest Fasla niets anders dan de terugreis. We leven like every citizen in Sarajevo. Without electricity, without water, without food, without everything. What you need if you want to stay alive. Fatsla kan op veel sympathie rekenen, maar hun liedje maakt niet veel kans. De dag na de wisseling van de wacht. In Suriname is het rustig gebleven nadat president Venetiaan de nieuwe bevelhebber Goré had ingezworen. Dit ondanks de open brief aan de president en aan het parlement, waarin een deel van de manschappen schrijft Goré's benoeming niet te zullen accepteren. De stilte na de storm. In Paramaribo is het leven weer terug in het alledaagse, rustige, tropische ritme. Opwinding over het vertrek van de legertop. En de installatie van de nieuwe bevelhebber Arti Goré is er niet. Het overgrote deel van de bevolking is opgelucht dat de oude garde is opgestapt. Ik dacht van wel, want wanneer we bezig zijn met de democratie en je merkt dat er altijd een stokje voor de voeten worden gestopt door de militairen, dan denk ik dat we een andere richting op moeten gaan. Uiteraard, dat moet goed zijn. Ze moeten niet zo lang houden, het moet al lang afgelopen zijn. Wel, dat ze opstappen vind je goed. Ja. Waarom? Waarom? We hebben genoeg en we zijn genoeg kapinaat in het land. De wisseling van de wacht mag dan eindelijk achter de rug zijn. Probleemloos is de situatie nog allerminst. Zo is een deel van het leger tegen Goré's komst. Ze eisen een man uit eigen kring. Hoe dit conflict moet worden opgelost is nog onduidelijk. Wel. Ik weet niet verder, de regering moet weten. Ik heb geen commentaar, meneer. Ik bemoei mij niet in de interne zaken van militairen. Ik ben zelf ook militair geweest en ik heb genoeg meegemaakt in 1980. Dus ik houd mij hier buiten. Bij de benoeming van Arti Goré gisteren gaven ook diverse vertegenwoordigers uit het buitenland acte de présence. Zoals hier de Nederlandse ambassadeur. Dit om publiekelijk steun aan de regering Venetiaan te betuigen. Over de dwarsliggende manschappen zeggen ze. As I see it, it's that you diffused the crisis, but you still did not solve the problem between the government and the armed forces. This, you know, it's not a new problem. It has been for 10 years with us. And I don't think that overnight you can solve the problem. But it's a big step forward what you just seen. Vaststaat dat er nog veel moet veranderen. Maar daar wil niemand vandaag eigenlijk aan denken. Volgende week zal de nieuwe bevelhebber Arti Goré de leiding van de manschappen daadwerkelijk op zich nemen. Pas als hij de kazerne binnen is, wordt duidelijk of het verzet tegen hem een laatste stuiptrekking is geweest of dat hij werkelijk een mijnenveld binnenloopt. Herman van Gelderen, RTL 4 Nieuws, Paramaribo. De Nederlandse diplomaat, die eerder deze week werd vrijgelaten in Afghanistan, rust nu uit in de Pakistanse hoofdstad Karachi. Gert Piening
kwam verzwakt en met nierklachten terug uit Afghanistan. Hij was 3 weken eerder ontvoerd, samen met 2 andere Europese diplomaten. Het drietal werd afgelopen donderdag vrijgelaten door een Afghaans stamhoofd na 3 weken lang gevangen te hebben gezeten. De Brit Jack Dodds, Gert Piening hier in het groene poloshirt en de Duitser Stefan Schalt zijn betrokken bij de strijd tegen de drugssmokkel in het gebied. Tot deze week zaten ze vastgeketend in een grot in Baluchistan. Dat is een gebied in het grensgebied met Pakistan waar drugssmokkelaars heer en meester zijn. Ieder jaar vallen er veel doden bij onderlinge vetes tussen plaatselijke stamhoofden. Het gijzelen van tegenstanders behoort in dit woeste gebied tot de dagelijkse praktijk. Het aantal zelfmoordpogingen in Moskou stijgt nog steeds. Dagelijks beroven zich gemiddeld 6 Russen van het leven. Na de val van het communisme voelen veel mensen zich aan hun lot overgelaten. Voor het eerst in hun leven is het hebben van werk, een inkomen of een woning niet meer vanzelfsprekend. De verworven vrijheid is voor velen maar moeilijk te verwerken. Op de 9e verdieping van een flatgebouw klinkt een noodkreet. Familie moja soba. Zovut mija Misha. Abrigaju ja iz zabljatskal отношения к людям. Politiepsychologen zijn toegesneld om op hem in te praten. Спускайся, только не сиди, не спустись, не стой здесь. Можно, я буду сидеть здесь, на этой ступени, только не сиди на этом подоконнике. De tijd dringt. Misha Sobov heeft zichzelf ernstig verwond. De hulpverleners proberen het vertrouwen van Misha te winnen. De aanpak lijkt succes te hebben, maar buiten staan op sensatie beluste buurtbewoners. Door een snelle actie van de politie kan het worden voorkomen. Misha wordt naar een ziekenhuis gebracht, maar daar kreeg hij geen psychiatrische hulp. 2 dagen later was hij vertrokken. In deze kliniek is plaats voor 60 patiënten. Allemaal hebben ze een zelfmoordpoging achter de rug. Ze mogen hooguit 2 maanden blijven. In die tijd krijgen ze een intensieve therapie. En als je aandacht hebt voor je lichaam, dan kun je zien hoe gemakkelijk de kleding ligt. Эта терапия разработана Станиславом Грофом, американским психотерапевтом, используется в данном случае для скорейшего выведения пациента из кризисного состояния. De meeste patiënten lijken gebaat bij de shocktherapie. Вбивали какие-то догмы, которые были вбиты в меня годами, они рушатся здесь. И в общем, и мне это хорошо от этого, легко вот. Voor het eerst krijgen ze begrip voor de problemen waarmee ze worstelen. У нас как-то это не развито, чтобы с человеком говорили, общались. Вот здесь именно, например, мне этого очень не хватает так в реальной жизни, чтобы со мной разговаривать. Jarenlang is zelfmoord door de Sovjetmaatschappij genegeerd. Officieel bestond er geen zelfdoding. Wie een poging deed, werd voor gek versleten. Hier kunnen mensen voor het eerst hulp krijgen. En daarvoor bestaat een lange wachtlijst. Want voorlopig is dit het enige opvangcentrum in heel Rusland. Jeroen Akkermans, RTL 4 Nieuws in Moskou. Voetbal nu, uitslagen van de vanavond gespeelde wedstrijden in de Eredivisie. Go Ahead Eagles, Volendam 0-0, Sparta PSV 2-5, Willem II MVV 4-1, Dordrecht 90, Roda JC 0-1, Fortuna Sittard tegen Cambuur 1-1. Dan kijken we nog even naar andere nieuws van vandaag. De gijzeling in Parijs is ten einde. Vanmorgen om 7:30 viel de politie de school binnen waar een man 48 uur lang 6 kleuters en hun juf had vastgehouden. De kinderen bleven ongedeerd. De gijzelnemer, een in Algerije geboren Fransman, werd doodgeschoten. Naar schatting 4000 motorrijders hebben vandaag meegereden in een 20 kilometer lange demonstratieve stoet van Utrecht naar Den Haag. De betogers zijn boos over toekomstige Europese wetgeving die volgens hen het motorrijden niet alleen onbetaalbaar, maar ook veel minder leuk zou maken.
De partijraad van het CDA wil de landmacht minder snel inkrimpen dan de defensie week. Op peil, de Amerikanen niet alleen de zaken in de wereld laten opknappen. Elko Brinkman wordt lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar. Ik dank u voor het vertrouwen. Ik zal mijn best doen. Ligt het nu wel of niet in Delft het stoffelijk overschot van Lodewijk de 17e, zoon van de Franse koning Lodewijk de 16e? Niemand weet het, maar prins Charles de Bourbon is ervan overtuigd. Zijn overgrootvader is begraven in Delft. Met zijn gevolg, voornamelijk koningsgezinden op leeftijd, arriveerde prins Charles Louis Edmond de Bourbon, zoals hij volledigheidshalve heet, en zijn vrouw prinses René op het stadhuis in Delft, de plaats waar de graftombe van Lodewijk de 17e staat. Daar werden zij door de burgervader hartelijk ontvangen. Zijn fans waren ook uit Frankrijk naar Nederland gekomen. En voor hen staat één ding vast, hij is de Franse koning. Nous espérons qu'un jour il pourra reprendre sa place normale. Et monsieur Mitterrand? Monsieur Mitterrand. Je ne fais pas de commentaire, c'est trop mauvais. Halverwege de 19e eeuw kwam Lodewijk de 17e naar Nederland, na de liquidatie van zijn vader en moeder in Frankrijk. In Delft aangekomen werd hij ziek en stierf. Toch weet niemand zeker of hij de echte zoon van Lodewijk de 16e was. En bij een echte prins hoort natuurlijk een echte vlag. Voor monseigneur is het important, oui. En voor vous? Voor mij ook, puisque je suis son cousin. Vanmiddag was het dan zover. De prins van Bourbon bezocht het graf van zijn overgrootvader. Monseigneur le prince, est-ce qu'il y a un moment de devenir pour vous le roi de la France? C'est un espoir pour la France, surtout, oui. Quand? Je ne sais pas. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas moi. Een DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of in Delft de echte Lodewijk de 17e ligt. Wat de uitkomst ook mogen zijn, de Fransen hebben in ieder geval een leuk dagje uitgehad. Tot zover onze laatste nieuwsuitzending van vandaag. Morgenavond zijn we er weer om 6 uur, om 19:30, dan ook met ons weekoverzicht en om 11:45. Goedenavond, goeienacht.